Geluid gaat niet helemaal zoals ik zou willen, dus daar moeten we nog een beetje mee spelen. Ik had zelf gedacht dat we nu misschien even toch een plaspauze moeten doen, want veel mannen hebben daar nog wel eens last van. En dan stel ik ook voor op een kwartiertje, dan krijgen we Dick en Dick zal ons vertellen wat er eigenlijk allemaal speelt. Ja? Goed, mijn naam is dus Dick Korf. Ik ben al 5 jaar gefascineerd door hele nieuwe vormen van energie. En daar bedoel ik mee van, ja, windenergie is prachtig, zonne-energie is prachtig. Maar als er geen wind is, als er geen zon is, dan houdt het op. En dat betekent ook van, men wil wel allemaal windmolenparken op de Noordzee bouwen enzovoort. Maar als er geen wind is, dan hebben we toch weer die kolencentrales nodig. En het punt is nu van, is nulpuntenergie, is dat nou de oplossing? Of zijn er nog andere mogelijkheden waarbij we 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, continu vanuit een oneindige hoeveelheid wat beschikbaar is, kunnen aftappen. En ik ben altijd, of een hele lange tijd, bij Boskalis gewerkt als innovatiemanager. En waarbij je altijd de uitdaging hebt van, hoe kun je processen verbeteren, hoe kun je optimaliseren, hoe kun je uit een schip meer halen dan de andere kant? En daar was natuurlijk ook bij energetisch aspect van, hoe kun je energetisch zo goed mogelijk daarmee omgaan? En energie is altijd een fascinatie voor mij geweest. Ik had al een hoogrendementsketel toen het begrip HR nog niet uitgevonden was. Ik heb een eigen windmolen gebouwd op het moment dat ik op het achterwiel van mijn auto een generator aangesloten had en getest had dat als ik dat aansloot op het net, of dan die energiemeter ook achteruit ging draaien. En op dat moment dat het inderdaad gebeurde, dan was het bingo. Maar dat je je meter in plaats van zo plots in de andere kant op ziet draaien, toen dacht ik, nu ga ik een windmolen bouwen, want een mooier voorbeeld kun je niet hebben, ook voor je kinderen, dat je zelf energie kunt opwekken voor je verbruik. Ik heb daarvoor de stichting Free Energy for All opgericht, vrije energie voor iedereen, omdat dat precies weergeeft waar het voor mij om gaat. Vrije energie moet niet meer door allerlei grote maatschappijen gedistribueerd worden, maar het moet decentraal opgewerkt worden en waar iedereen gebruik van kan maken. En ja, dat is mijn passie eigenlijk geworden. Ik heb daarvoor de hele wereld rondgereisd, kan ik wel zeggen, durf ik wel te zeggen. Ik ben daarvoor in Australië geweest, ben in China geweest, ben 3 keer in Amerika geweest, ben onlangs in Engeland geweest. En om op zoek te gaan naar die uitvinders die out of the box kunnen denken, Rob heeft het net ook al heel mooi verwoord, die zich wassen zijn van allemaal theoretisch gelul, maar gewoon zeggen van, ik geloof hierin en daar ga ik voor. Nou, dat is mijn passie geworden en daar ben ik dus nu 5 jaar mee bezig. En als je over deze energie praat, dan komt daar meteen, voor mij tenminste, om de hoek kijken van, kunnen wij nog verwonderd zijn? Ik was een keer bij een groep mensen waarbij ik vroeg, geloven jullie in wonderen? En op dat moment werd het stil en we dachten van, ja, waar heb je het over? Wij zijn zo ingedut met z'n allen, dat we gewoon vaak niet meer verbonden kunnen zijn over de meest eenvoudige dingen. Ik zeg wel eens een sneeuwvlok. Hoe uniek moet de natuur op dat moment zijn dat een waterdruppel uit de lucht komt vallen en omzet in een sneeuwvlok en waarbij geen enkele sneeuwvlok hetzelfde is en plotseling een heel mooi wit pakket over die aarde neerlegt. Dan denk ik van, wauw. Wauw, wat is dit iets moois. Nou, dit is even een simpel voorbeeld. Maar ik ga er toch een paar voorbeelden van geven wat mij ook enorm fascineert. En dat zijn een paar graancirkels. En dan ga ik jullie nog iets vertellen van wat mij daarin fascineert. Ik moet hier 2 dingen tegelijk doen. Maar we gaan het proberen. Dat ga ik het later doen. Ja, ja.
wat mij het meest fascineert met vraagstellers is natuurlijk de vraag van waar komen ze vandaan? Nou, ik heb geen idee. Mensen zeggen van ja, het is wel mensenhand, maar sommigen die zijn zo interessant. Dat zijn dan voor mij vooral de driedimensionale afbeeldingen, graancirkels. En als je dan bedenkt dat dit in het platte vlak werkelijkheid is. Terwijl je zo denkt van, ja maar dit is driedimensionaal, dan kun je bovenop klimmen, dan kun je ingaan enzovoort enzovoort. Hoe kan dit nou? Nou, ik ga naar de volgende. Hier zie je ook hier links een drie vlakken die lotend op elkaar staan, waar er weer een kubus in zit. Waarvan je denkt, dat kan toch nooit in het platte vlak liggen? En toch is het zo. Waar komt dit vandaan? Nou, rechtsonder zie je ook, daar kun je bijna denken van, daar kun je inkruiken in die cilinder. En rechtsboven heb ik nog eentje van, ja, als je daar dieper naar kijkt, van, hij is zo complex en zo mooi synchroon, zo symmetrisch. Ik denk van, dit is gewoon wat er is. En dan kan ik alleen maar zeggen, wees verwonderd. Ik ga toch nog even een stapje verder en dat is de Fibonacci-reeks, het getal phi van 1,618. En waarom noem ik dat? Omdat overal in de natuur vind je diezelfde verhouding terug. En waar komt dat getal vandaan? Ja, ik kan niks aanwijzen, want ik heb mijn handen vol. Maar als je links ziet, boven heb je 0,1. En als je steeds deze twee getallen optelt, de voorgaande twee getallen, dan krijg je een reeks, hè, dus 0 plus 1 is 1, 1 plus 1 is 2, 1 plus 2 is 3, 2 plus 3 is 5 enzovoort. En als je dat doorzet, ik ben tot 144 gegaan, en je deelt het laatste getal op het voorgaande getal, dus 144 gedeeld door 89 in dit geval, dan krijg je een constante waarde, dat noemt men een getal phi, en dat is 1,618. Dat is een heel uniek getal. Want als je rechts kijkt naar die zonnebloem, dan zie je dat daar een soort cirkel naar rechts verloopt. Of eigenlijk een, nou ik weet het woord even niet. Maar je ziet ook dat er naar links een cirkelbeweging is. En als je nou het aantal knopjes naar rechts deelt op het aantal knopjes naar links, krijg je weer 1,62. Linksboven heb ik een voorbeeld van de hand. Daar zie je ook die verhouding van phi. Dus ook daar komt die 1,62 terug. En dan heb ik nog een laatste voorbeeld, want dan stop ik hiermee. De Nautilus-schelp, hij is op zich al schitterend. Maar ook daar vind je weer linksboven, als je in vierkante vlakken gaat denken. Hij is niet helemaal vierkant vanwege de verstoring, maar oké. Dan vind je ook weer het getal phi terug. Verwondering, ik dacht. Ja, nou, nog even daarop doorgaand van, ook als je in de grote ruimte gaat kijken en je bedenkt dat een melkwegstelsel waar ons zonnestelsel deel van uitmaakt tussen de 1 miljoen tot 1 biljoen, dus een miljoen miljoen maal sterren bevat. En die sterren zijn weer massa. En die massa is weer energie, volgens E is mc kwadraat Newton. Dat de energie gelijk is aan de massa maal de lichtsnelheid in het kwadraat. Dan zie je van dat je over onvoorstelbaar veel energie praat. Als je bedenkt dat de lichtsnelheid 300.000 km per seconde is, oftewel 9 miljard kilometer per jaar, en dat de verste sterren, voor zover wij weten, dat is ook nog de vraag, miljarden lichtjaren bij ons vandaan liggen. 13,7. Het zij zo. Maar dat wij mensen hier nu zitten, dat we daarover praten, over iets wat zo groots is, dat je alleen maar stil kunt zijn en verwonderd kunt zijn. En het praat dan nog over zwarte gaten. Dat er sterren zijn met een zo'n hoge dichtheid, zo'n grote zwaartekracht, dat zelfs het licht niet kan ontsnappen. Dus dat kun je ook niet zien en dan praat men over zwarte gaten. De dichtheid van de onlangs ontdekte zwaarste neutronenster, die zou een dichtheid hebben van maar liefst 1 miljard ton per kubieke centimeter.
Nou, ik kan het niet nameten, maar dan denk je toch van, waar hebben we het over met elkaar? En een andere boeiende is hè, dat alles wat materie is, bestaat uit moleculen, bestaat weer uit atomen. En een atoom bestaat weer uit een kern. En daaromheen draaien dan de elektronen. Maar als je goed analyseert, dan bestaat een atoom uit 99,99 enzovoort ruimte. Terwijl tegelijkertijd is alles wat we zien vast kunnen pakken materie is. Terwijl het eigenlijk ruimte is. Wat ook een fascinerende gedachte. Nou, iets dichter op het onderwerp van ja, wat is eigenlijk energie? Nou, ik heb zo even wat genoemd, gaat er vrij snel doorheen. Warmte stroomt van heet naar koud. Er is verbrandingsenergie van fossiele brandstoffen. Elektrische energie, ten gevolge van de stroming en spanningsverschil. Zon- en windenergie uiteraard, water, getijden, golf, waterhoogte-energie, biogasenergie, licht, geluid. Maar ook de voeding die wij tot ons nemen, hè, wat omgezet wordt in ons lichaam. Wat een uniek proces eigenlijk. Dat we daardoor kunnen leven, dat we adem kunnen halen, dat ons hart slaat, dat we met elkaar kunnen communiceren enzovoort. Maar ook wat wij nu aan het doen zijn. Dat er ook een vorm van energie is, uitwisseling tussen jullie en mij op dit moment. En tussen elkaar onderling. Het volgende punt, nucleaire energie. Ja, dat is iets wat mij de laatste tijd behoorlijk stoort, is dat altijd als je spreekt over kernenergie, dan bedoelt men kernsplitsing. Kernsplitsing, hè, waardoor kerncentrales opdraaien, die ontzettend veilig zouden zijn. Maar dat de afgelopen 42 jaar 7 kernrampen hebben plaatsgevonden. Dan kun je afvragen, waar zijn we mee bezig? Maar daarnaast is er ook nog, in plaats van kernsplitsing, kernfusie. Nou, daar zijn twee soorten in. De hete kernfusie is wat er, het proces wat op de zon plaatsvindt, al miljoenen jaren en wat eindeloos doorgaat. En waarbij we praten over miljoenen graden Celsius. Men probeert al tientallen jaren dit te vangen. Men is bezig in het ITER-project, heet dat, waarbij allerlei landen samenwerken. Wat inmiddels al meer dan 15 miljard euro heeft gekost. Waarbij men zegt van in 2020 kan men het bewijs leveren dat het werkt. Maar dat het toch minstens 2030 duurt voordat het echt effectief kan worden. In ieder geval het voordeel zou zijn dat je dan geen radioactieve straling hebt en geen afvalstoffen. Maar iets wat nog zo lang gaat duren. Maar daarnaast hebben we ook koude kernfusie. En daar kom ik dadelijk op terug. En natuurlijk nulpunt of vrije energie, hè, waar ook deze dag aan gewijd is, kom ik ook dadelijk op terug. Gebeuren dingen die ik thuis nog niet gezien had? Dat is altijd het boeien, hè? Of verwonderd zijn. Verwondering blijft. Een stukje vrije energie ontstaan. Ja, zoiets, precies. Ja, de vraag komt natuurlijk steeds ook weer naar voren van de nulpunt energie. Waarom noemt men dat nulpunt energie? Nou, even in het kort. Van de absolute temperatuur, dat is 0 graden Kelvin of min 273 graden Celsius. Heeft men altijd verondersteld dat op dat moment alles dood is. Dat de elektronen niet meer om de kern heen draaien en dat het dood zou zijn. Nou, men heeft nu ontdekt de laatste jaren dat er nog allerlei subatomaire processen plaatsvinden. Nou, dat gaat natuurlijk niet veel te ver. En daarom heeft het nulpunt energie genoemd. Nou, het zij zo. Ik kan er verder niks over zeggen. Ik vind het begrip vrije energie interessanter. Ja, dan, ik heb het net al even genoemd, als je naar het atoom kijkt waarbij de elektronen met een waanzinnige snelheid om die kern heen draaien, dat je af kunt vragen waarom stopt dat nooit? Waar komt die energie vandaan dat dat maar blijft draaien, dat het maar doorgaat? Dat ons lichaam uit miljarden cellen bestaat die zo weer opgebouwd zijn. Dus als je bedenkt dat in 8 minuten tijd de aarde net zoveel energie van de zon ontvangt als wij in een heel jaar consumeren. Als je bedenkt dat de aarde
op miljoenen kilometers afstand van de zon staat. En dat wij in die hele ruimte één klein stipje zijn en dat wij al zoveel energie in 8 minuten ontvangen als wij een heel jaar verbruiken. Moet je je voorstellen hoeveel energie die zon dan wel niet produceert. En dan vraag ik me af van, ja maar de ruimte die is toch leeg? Absoluut vacuüm, daar zit toch niks? En tegelijkertijd vraag ik me af van, maar waar blijft die energie dan? En de zon is nog maar één deel van het geheel die energie produceert. Ja, dan word ik weer stil en dan denk ik van, er is nog heel veel te ontdekken. Nou, even daarop doorgaand en dan stappen we van dit onderwerp af. Dit is professor Dr. Klaus Tutor uit Duitsland, waar ik een heel fijn contact mee heb. En die heeft ook een boek geschreven, kom ik daar nog even op terug. Die stelt dat alles wat wij om ons heen kunnen zien, maar 5% is van wat de werkelijkheid is. 65% is donkere of zwarte energie. 30% is gewoon helemaal onzichtbaar. Maar slechts 5% is zichtbaar. En ik ben een keer in de Gobi-woestijn geweest in Mongolië. En dan moest ik s'nachts naar het toilet. En ik was buiten. En ik heb daar een hemel gezien. Nou, ik kan er weer van geëmotioneerd van raken. Van hoe onvoorstelbaar groot dat was. Oneindig veel sterren. En dan zijn wij zo klein. En we hoeven ons alleen maar te verwonderen. Nou, vrije energie, ja, daar geloven we in, absoluut. Maar hoe wek je dat dan op? Nou, er zijn een aantal mogelijkheden. Van de meest bekende is permanente magneettechnologie. Een tweede is zwaartekracht, gravity genoemd. Derde is de MEG unit, de Motionless Electromagnetic Generator. Dus waarbij je helemaal geen bewegende delen hebt, dat is ook een mogelijkheid. En vijf heeft ook met orbovelden te maken, dat is voor mij ook een vorm van vrije energie. Ik heb nummer 4 HHO of watergas of Brown's gas genoemd. Eigenlijk is dat voor mij geen vrije energie. Nou, gaat nu te ver vanmiddag, wordt daar nog uitgebreid op ingegaan. En iets heel anders, daar kom ik ook straks op terug, is koude kernfusie, maar dat is eigenlijk een verkeerd woord. Of Lenner, dat beter woord, low energy nuclear reactions. En door een ander bedrijf wordt dat CECR genoemd, Controlled Electrocapture Reactions. Goed, de inleiding. Ik kon er niet omheen om toch dit plaatje even te laten zien, omdat dit in januari 2008, dus 5 jaar geleden, mijn eerste bezoek was aan een vrije energie uitvinder, professor Szabo in Budapest. En ja, daar kom ik straks nog even op terug. Er was ook straks een vraag van, maar als er nou zoveel uitvindingen zijn, waarom is nog steeds niet zo'n ding dan te koop? En heel veel uitvinders, dat heb ik gewoon gemerkt, die ik allemaal bezocht heb, die worden verblind door dollartekens. En dan zeg van, god, het lijken wel mensen. En zolang ons bewustzijn niet zo ver is dat we daarvan af kunnen stappen, dan blijft dat een moeilijke zaak. Ik heb hem later nog een paar keer ontmoet en allemaal prachtige verhalen. Maar de man heeft nog steeds geen werkende unit ergens kunnen plaatsen, voor zover ik weet. En ach, haal de schouders op. Dit was in 2009 een bezoek aan Ohio, aan de GAP unit, de Gravity Assisted Power Unit. Dus die Gravity Assisted Power Unit, een slinger met een gewicht eraan en op die as zit een hulpslingertje. En dit staat met een hydraulisch proces in verbinding. En hier wordt dan een cilinder omhoog geduwd. En terwijl je hier met je hand slechts echt heel licht duwtjes geeft, ging hier een gewicht van 30 kilo omhoog. Nou, ik kan je zeggen, dat was mijn tweede bezoek, als werktuigbouwer, dan val je letterlijk van je stoel. Hoe kan dit nou? Dat er
zomaar uit zo'n apparaat meer energie komt dan je erin stond. Nou, ik heb later heel veel discussie met ze gehad en op een gegeven moment dacht ik van, laat maar zitten, ik ga zelf zo'n ding bouwen. En ik kwam bij mijn oude werkplaats terecht van Bob Scales. En die hadden in no time hadden ze een aantal dingen voor me gemaakt. En geloof ik nog niet eens een week, had ik zelf zo'n apparaat. En het bleek inderdaad dat er 5 tot 7 keer meer energie uitkwam dan erin ging. En dat is natuurlijk bingo. Maar de vraag is, wat kun je daarmee? En ik had al ontdekt, door de berekening die ik kon maken, dat er al uit een redelijke unit, ik had dan 5 kilo pendulumgewicht, ik kon de grond draaien, dat ding al 2,5 meter diameter was. En dan kon je daar 100 volt, 150 volt uithalen. En natuurlijk is dat prachtig dat je bewijst dat het werkt, maar 100 volt is voor mij niks. Wat moet je daar dan mee? Ja, leuk. Maar dan moet je de toerental verhogen, dan worden je centrifugaalkrachten worden groot, dan moet je hem nog groter maken enzovoort. Nou, voor mij was dit niet de oplossing. Volgende. Dat is de uitvinder, Bruce en Art. En rechtsonder, ja, moest ik zelf ook kunnen natuurlijk, van Dick, nu ben jij aan de beurt. Nou, uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een apparaat wat op zich wondermooi is. Een waterpompunit die ook in Haiti is toegepast naar de enorme aardbeving die daar heeft plaatsgevonden. Er zit ook een apparaat in of een unit in die het water kan zuiveren. Maar er moeten nog steeds mensen bij die iedere keer die slinger een duwtje geven. Nou, vanuit mijn achtergrond kon ik makkelijk uitrekenen hoeveel energie er dan uitkwam. En dan had je het over misschien ook 100 watt. Dan zeg ik van ja, het zet gewoon geen zoden aan de dijk. Leuk geprobeerd, ik heb er ook in geïnvesteerd. Nou, dat geld dat zal wel zijn plek gevonden hebben, maar ik denk dat ik het nooit terug krijg. Hoort er ook bij. Menu-list is vervolgens. In juni 2010 heb ik op bezoek gebracht aan Australië, aan de Lutech Boys zoals ik ze noem. En deze mensen die hebben al denk ik zeker 10 jaar geleden hebben ze dit apparaat gebouwd en daarna zijn ze stil blijven staan, want het ging er alleen, we willen nu geld hebben. En via een neef van een van de uitvinders ben ik uitgenodigd, maar ik moest wel 1 miljoen euro meenemen. Ja, zo gaat dat. Dat is gewoon, ja, daar val ik niet meer van mijn stoel. Wat? Als je mij mee terugneemt, dat is dan wel goed. Elke volgende keer neem ik jou mee. Ja, dat is kan. Goed. Ik ben ervan overtuigd dat het apparaat wel werkte, dat er wel meer energie uitkwam dan erin ging. Maar het is niet zo makkelijk meetbaar, want je hebt dan weer een pulserende gelijkstroom, wat ook weer niet zo simpel is. Nou, uiteindelijk is vorig jaar is het verkocht aan een Arabische sheik, wat ik begrepen heb. En dan hoor je niks meer. Maar goed, dat wil nog niet zeggen dat het niet werkte. Terwijl daar dacht ik een factor 10 tot 20 maal meer energie dat eruit kwam. Maar het is nooit een productierijpe unit geworden. En daar gaat het om. Ja. Nou, ik kom je even terug op wat Rob toen straks heeft laten zien. Wat deze unit lijkt daar een beetje op, dat is ook van de bediening. En deze man, dat is Lex Velo, die heel sterk bezig is geweest voor het Anastasia dorp, misschien als maar gehoord. En die heeft in Amerika, omdat zijn zoon daar woonde, heeft hij van John Bedini dit apparaat gekocht. En ja, dan moet hij dan zelf in elkaar zetten. En dan zie je weer dat ondanks dat je een soort bouwpakket koopt, omdat dan echt effectief te laten worden, is een heel ander verhaal. Ik ben daar met Manfred Dorobieski geweest, ook een ongelooflijk innovatief iemand, een enorme goede uitvinder. En inmiddels is Lex overleden en het apparaat zat waarschijnlijk bij zijn vrouw thuis. Dus ik noem toch nog eventjes John Bedini, waar Rob het over had. Die heb ik 2 jaar geleden in Amerika ontmoet. En ja, hij is, ik zou bijna zeggen, de godfather van vrije energie, bundelbare energie. Maar dat wil nog niet zeggen dat alles wat je van hem koopt of meeneemt, dat je het dan maar zo aan de gang hebt. En die meneer daar dan, is dat niet de godfather? Die ook
Tesla. Ik wil even vragen om de vraag tot straks te bewaren. Want dit wordt momenteel ook opgenomen voor mijn website. Dus helaas. Straks is het tijd voor het volgende plaatje. Nou, tijdens dat congres in Amerika, waar ik 2 jaar geleden was, heeft John Bedini, hier zie je hem, heeft hij dit apparaat laten zien en daar een heel enthousiast verhaal over gehouden. Want deze gaf dan ook veel meer energie dan erin ging. En op een gegeven moment, zit je met een zaal van 500 mensen of zo, zei hij van, toen hij dat ding draaide, dat hij 120 joules per second produceerde. Nou, daar val ik van de stoel van, wie gaat nou in Amerika praten over joules per second? Want dat praten ze in feet en pounds en horsepower. En zo bedenken ze helemaal. Dus ik was al zo verbaasd, dus ik vroeg aan mijn buurman van, heb ik dat nog goed gehoord, 120 joules per second? Ja. Ik zei, wat is dat dan? Ja, I don't know. Nou, de definitie van een watt is gelijk aan 1 joule per second. Dus 120 joules per second is 120 watt. Ik dacht van ja, een apparaat van 4,30 meter diameter. Een prachtig verhaal, dit zou de oplossing zijn. En dan uiteindelijk dan stelt het geen ene reet voor, helaas. Dus ik ging naar hem toe, ik zei, John, heb ik goed gehoord 120 joules per second? Yes, yes, yes. Ik zei, but the definition is 120 watt. En dan zie je zo'n man die toch eigenlijk de godvader is op dit gebied, die zie je dan echt een beetje verbleken van, alsof het lijkt dat hij niet weet waar hij het over heeft.